Hij was wat kleine jongens willen worden als ze later groot zijn. De beste voetballer van Nederland, misschien wel van de wereld. Vanmorgen overleed Johan Cruijff in Barcelona, waar hij woonde. Cruijff was ziek, hij had longkanker. De legendarische nummer 14 was een weergaloze voetballer, succesvol trainer en een unieke persoonlijkheid. De hele wereld kende hem. Kijk maar. Johan Cruijff. Yes. Johan Cruijff. Een famous player, yes. What about him? He died today. Died? Yes. He died today. Sure. I was very sad. It's very, very, very bad news. Era l'olandese per eccellenza. Quando si parlava del calcio olandese, Cruijff. Cruijff è uguale Olanda. Johan Cruijff. Is a genius. And then what he did at Barcelona and the styles he introduced into soccer and how he transformed the game. Incredible contributor to Dutch soccer history. It's a shame. I'm sad to hear it. Johan Cruijff, dat hij ziek was, dat was bekend. Maar zijn overlijden kwam vandaag toch voor bijna iedereen onverwacht. Iets voor 2:30 vanmiddag wordt de dood van Cruijff op zijn eigen website bekendgemaakt. En het is al snel wereldnieuws. Some breaking news is coming in. The Dutch football legend Johan Cruyff has died at the age of 68 after his struggle with cancer. Bueno, y según hemos conocido, el que fuera jugador y entrenador del Fútbol Club Barcelona, Johan Cruyff. In oktober vorig jaar maakt hij bekend dat hij ziek is. Tengo cáncer. Es un hecho. En dan begint zijn gevecht. Een maand geleden was hij nog hoopvol. Ik sta met 2-0 voor, liet hij toen weten. En gaat nog op de foto met Max Verstappen. Maar hij redt het niet. Goh, maar dat is toch nog heel snel gegaan. Hij dacht dat hij 2-0 voor stond, maar blijkbaar niet. Blijkbaar stond hij achter. De hele wereld kende hem. En via hem kende de hele wereld Nederland. En kende de hele wereld het Nederlandse voetbal. Voetbalfans waar ook reageren geschokt en verdrietig. Net als zijn oude voetbalmaatjes. Ja, heel groot verlies. Heel groot verlies. En dan zeg ik nog niet eens voor de volwassenen. Nee, dan zeg ik voor de jeugd. Hij heeft top gespeeld, maar hij heeft ook altijd naar de jeugd gekeken. Zijn spel, zijn inzicht, de fenomenale doelpunten. We zagen het allemaal in het stadion en op de tv. Die rare penalty. Weet je nog dat hij die eerst naar links trapte naar iemand en die schoot hem erin of zo. Een combinatie met een andere speler. Ik wist niet eens dat het mocht. Zie je ook nooit, maar hij deed het wel. Cruijff, even eigenzinnig als briljant. Voor hem hangt hier in Amsterdam de vlag half stok. We gaan naar verslaggever Steven Schoppert. Hij is in de wijk waar Cruijff opgroeide, het Amsterdamse Betondorp. Steven, wat gebeurt daar sinds het nieuws bekend is geworden? Ja, ik ben hier de hele middag al bij het huis waar Johan Cruijff is opgegroeid. De Akkerstraat, hoek van de Akkerstraat en de Tuinbouwstraat. Daar is de hele dag al een komen en gaan sinds het nieuws bekend is geworden. Van mensen die hun laatste eer willen bewijzen aan Johan Cruijff. Ze leggen bloemen neer of kaartjes voor hem. Ja, en eigenlijk als je die mensen spreekt, dan zijn er twee emoties. Het ongeloof waar jullie het net ook al over hadden. Van ja, we wisten niet dat het zo slecht met hem ging, dat hij nu al zou overlijden. Maar vooral de trots dat iemand uit hun midden zo ver is kunnen komen dat hij ja, misschien wel de beste voetballer van de wereld werd. Ik sprak vandaag jonge jochies hier. Ik sprak oudere buurtbewoners die hem nog gekend hebben. En iedereen was unaniem in het respect voor die bijzondere betondorper Johan Cruijff. De magische nummer 14 groeide op nummer 32. De Akkerstraat in Betondorp is vandaag een bedevaartsoord. Ik denk dat de hele wereld nu gewoon een icoon, een voetbalicoon mist. Als ik wist niet wat ik hoorde. Want hij zei juist, ik sta met 2-0 voor en het gaat goed met me. Onverwachts. Hè? Hij heeft toen wel verteld dat hij ziek was, maar toch nog onverwachts overleden. Hij was gewoon de beste van Nederland. Gewoon, ja. Nou ja, hij speelt al een tijdje niet meer, hè? Ja, maar hij zette zich wel in met zijn stichting, zodat kinderen meer buiten gaan spelen. Dat deed hij bijvoorbeeld door dit soort speelveldjes aan te leggen, ook in zijn eigen oude buurtje. Dat op zijn huis staat nog een buitenspeler moet ook een vak zijn. En dat wil ik ook heel graag, want dan kan je echt heel, heel lang voetballen zo. Nou hebben zij hem niet als buurtgenoot meegemaakt, Martin Sinke heeft dat wel. Hier werden met krijt natuurlijk net als daar doelen opgetekend. En hier werd gekopt. Hij was slim. Slim, snel en slim. En dat weet de jongste generatie ook. Zoals met een penalty, dan paste die hem een keertje en dan schoot een ander iemand hem erin. En zo houden zij hier de herinnering aan 's lands beste voetballer levend.
Veel mensen in Nederland zullen de behoefte voelen om afscheid te nemen van Johan Cruijff, zoals hier vandaag al op kleine schaal gebeurde. Of daar een officiële gelegenheid voor komt, dat weten we nog niet. Want de familie heeft nog geen details bekendgemaakt over de uitvaart. Oké, Steven, dankjewel. Een icoon in het internationale voetbal. Een kleurrijke Amsterdammer in zijn uitspraken, humor en gedrag. Van straatschoffie tot wereldster. Cruijff werd groot bij Ajax. Nummer 14, de verlosser, het orakel van de meer. Bijnamen voor de grootste voetballer die Nederland ooit gekend heeft, Johan Cruijff. Schitterend Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt. Begin jaren 70 bezorgt Cruijff Ajax 3 keer achter elkaar de Europa Cup 1. Daarna gaat hij naar Barcelona, waar hij wordt ingehaald als de verlosser. Barcelona wordt voor het eerst in jaren landskampioen. Cruijff groeit op in Betondorp in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Voetballen leert hij op straat. De WK-finale 1974, eerste minuut. Tegenstander Duitsland is nog niet aan de bal geweest. Cruijff. En inderdaad heeft hij volgens mij de Cruijff gaat alleen door wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste minuut. Ja! Het totaalvoetbal van coach Michels en sterspeler Cruijff verovert de wereld. Maar niet de beker, want Duitsland wint uiteindelijk toch. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van Nederlandse mentaliteit. Ik denk dat je dat gewoon moet accepteren. En dat toen die tijd wonnen we makkelijk omdat we veel beter waren. Ja. Maar dat stukje miste nog. In 1985 gaat Cruijff coachen. Eerst bij Ajax als technisch directeur, later bij Barcelona. Waar hij het 8 jaar lang zou volhouden. In totaal wint hij als trainer 3 Europa Cups. Na zijn ontslag bij Barcelona heeft hij veel tijd om te golfen. Maar al snel daarna gaat Cruijff als commentator bij Studio Sport aan de slag. Veel van zijn uitspraken worden ook standaard uitdrukkingen in de Nederlandse taal. Kijk, elk voordeel heeft een nadeel. Dus hun nadeel, het is gewoon zo. Hun nadeel is dat ze natuurlijk gewoon moeilijker aanpassen. Vanaf 2008 doet Cruijff 2 pogingen om Ajax naar een hoger plan te tillen. Maar daarbij trapt hij telkens op zoveel tenen dat zijn rol uiteindelijk niet verder gaat dan die van adviseur. Een echte verlosser, zoals 35 jaar eerder bij Barcelona, zou hij in Amsterdam niet meer worden. Oranje speelt morgen een oefenwedstrijd en het zal een eerbetoon worden aan Johan Cruijff. Verslaggever Bart Rijnen is bij het Spelershotel van Oranje in Noordwijk. Bart, hoe ziet dat er morgen uit? Ja, dat wordt dus een wedstrijd die volledig in het teken komt te staan van Johan Cruijff. En die dus ook anders zal uitzien dan normaal. Zo vertelde bondscoach Danny Blind me zojuist. Nou ja, er wordt in ieder geval in de 14e minuut een minuut stilte gehouden. En er wordt ook morgen door niemand binnen de selectie van het Nederlands elftal met nummer 14 aangetreden. Als eerbetoon aan Johan Cruijff. Ja, terecht. Ik denk dat Johan Cruijff dat ook verdient. En het is de grootste die wij ooit gehad hebben. Laten we hopen dat het een mooie avond wordt. Waardoor mensen ook de mooie momenten van het voetbal van Johan kunnen herinneren. Maar dat betekent dus wel dat we morgen een opmerkelijke situatie krijgen waarbij er 2 keer een minuut stilte wordt gehouden. 1 keer bij aanvang van de wedstrijd, dat was al ingepland wegens de aanslagen in Brussel. En 1 keer in de 14e minuut wegens het overlijden van Johan Cruijff. Bart Rijnen, dankjewel. Ook fans in Barcelona zijn ontsteld over de dood van Cruijff. Hij maakte de Catalaanse club na jaren weer kampioen. En als trainer bracht hij ze in 1992 de Europa Cup 1. Guardarem un minut de silenci per la recent pèrdua del nostre mític jugador, de nostra mítica llegenda, Johan Cruijff. Barcelona staat stil bij het overlijden van Cruijff. Sterspeler Iniesta is geschokt. Bueno, como he dicho antes, mandar nuestro más sincero pésame, un fuerte abrazo para la familia, para toda su gente. Buiten het stadion staan de fans. Zij weten hoe belangrijk de Nederlander was voor de club. Als speler, maar vooral als trainer. No estamos muy al tanto de la noticia, pero es lamentable. Es un hombre que hizo mucho por el club Barcelona y pues se nos fue un grande del fútbol, ¿no? Cruyff, dijéramos que sentó las bases del Fútbol Club Barcelona y después pues ya vinieron otros entrenadores como Guardiola. Sommige fans willen Camp Nou zelfs omdopen tot Johan Cruijff Stadion.
Dan gaan we naar sportverslaggever Marcel Maier op de redactie. Marcel, vertel nog één keer, wat maakt Cruijff zo bijzonder als voetballer? Nou, natuurlijk een prachtige techniek, maar vooral zijn inzicht werd altijd geroemd. Hij kon altijd over dingen heen kijken. Hij zag dingen gebeuren voordat anderen het zagen. En ja, natuurlijk die legendarische versnelling. Hij kon altijd precies op het juiste moment versnellen, terwijl de tegenstander net dacht, er gebeurt niks meer. Dan ging hij even stilstaan, temporiseren en dan steeds die versnelling op het juiste moment. En dat is echt wel een kenmerk van Johan Cruijff. Hier zien we bijvoorbeeld dit soort beelden. Langzamer, temporiseren, weer versnellen. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk in 1974, die WK-finale tegen Duitsland. Bertie Vogts is een tegenstander en die is hem gewoon kwijt, omdat hij steeds op het juiste moment versnelt. Hij loopt het strafschopgebied in. We krijgen een penalty. Uiteindelijk wordt het 1-0. En uiteindelijk verliezen we helaas wel die finale. En dat is natuurlijk toch wel stiekem een klein smetje op de carrière van Johan Cruijff. Een carrière die heel veel hoogtepunten bevat. En een aantal prachtige one-liners. En we hebben het over Cruijffiaanse spreekwoorden. Bijvoorbeeld, we hebben het net al gehoord, elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar ook, je moet schieten, anders kun je niet scoren. Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet. En misschien wel de mooiste op dit moment. In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk. En daar moeten we ons de komende dagen maar mee troosten. Dan doen we dat. Dankjewel, Marcel.